Beste mensen, we zijn compleet, lijkt mij. We hebben geen microfoon, maar we zijn met een klein gezelschap. Hartelijk welkom dat jullie hier allemaal willen komen bij de onthulling van het bord van de lanceerplaats van de voor VE. Hartelijk welkom, burgemeester. Hartelijk welkom, graaf Christiaan van Rechter. En de alle vrijwilligers zijn er. En dit is het comité wat hier staat, wat 75 jaar vrijheid heeft proberen te regisseren. En dat zijn de mensen die er zijn. Ik wil speciaal in herinnering roepen dat dit project mede mogelijk gemaakt is door Kern met Pit. Die hebben een donatie gedaan van 1000 euro. Dat is het fonds van het KNHM. Oké. Okay. Die hebben 1000 euro beschikbaar gesteld zodat. In het begin hing het spandoek hier, maar dat is al zo lang geleden dat. Maar ere die ere toekomt. Ook bepalend voor de manier waarop wij hier in de gemeente Almelo. Omgaan met die oorlogsgeschiedenis. We hebben tal van historici, tal van amateurs. We hebben een geweldig functionerend comité die er zich op toelegt om deze herinnering levend te houden. Levend voor jongere generaties. Die hopelijk, want dat is namelijk het doel van het blootleggen van geschiedenis, die leren van geschiedenis, die inzicht krijgen in wat er gebeurd is en die het heden kunnen duiden door de kennis die ze hebben van het verleden. En dat is denk ik de belangrijkste verdienst. Ik vind het een terecht compliment voor om uit te spreken in de richting van de vrijwilligers. Die dit, het woord is misschien wat wrang, maar dit prachtige monument wat het uiteindelijk geworden is van onze geschiedenis laten zien aan het brede publiek. Er is met heel veel gevoel voor historie, met heel veel gevoel ook voor de betekenis van deze plek is eraan gewerkt in dit Nijreefbos. En dat is een dik compliment waard en dat spreek ik ook heel graag uit. Dan zou ik u beiden willen vragen om aan beide kanten van het bord de vlag op te tillen, zodat het zichtbaar wordt. Ja? En dat bord, wat staat daarop en wat is de bedoeling daarvan? Nou, op dat bord staat informatie over de V1-installatie. Niet alleen specifiek over de installatie zoals die hier is en in de omgeving lagen, maar ook over het fenomeen V1 en wat dat dan al zoal was. Ja, want we hoorden zo even dat die V1-bommenwerpers niet echt vanaf deze plaats gelanceerd zijn. Hoe zat dat? Nee, dat klopt. Deze baan heeft uiteindelijk niet gefunctioneerd. Is namelijk afgekeurd. Ondanks het feit dat hij volledig aangelegd is, dus inclusief het ijzeren raamwerk, was hij niet goed gericht. En dat is de reden waarom de Duitse ingenieurs hier een streep door hebben gezet. De andere drie banen die wel hier in de buurt liggen, zijn uiteindelijk gebruikt. Nu ligt de boel genoeg.